Nee, dat gaat nu mee. Dus u kunt betalen, dan gaat hij eraf, maar hij is er nu al op. Dus dan heeft u, dan werkt dat niet meer. Alsjeblieft, meneer, ik ben de enige die alle auto's hier. Dat is niet de enige, die staan, die gaan allemaal mee, meneer. Dus je bent niet de enige. Meneer, alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Meneer, alsjeblieft. Nee, wilt u niet aan mij zitten, want dat vind ik niet heel prettig. Ik heb u verteld hoe het zit. Alsjeblieft, meneer. Als u geld hebt, €250, kan die eraf. Ik heb geen €250, ik heb het eens niet. Nou goed zo, dan gaat hij nu mee. Alsjeblieft. Dus de verkeersborden staan nog altijd. Meneer, ik ben uit met discussie. Klaar. 9 dagen geleden zijn de borden al geplaatst. Dus meneer heeft kunnen weten, ruim van tevoren, dat zijn voertuig daar niet geparkeerd mag staan. Je kunt hem ophalen bij de Hoogwoud zelf in Oostzaan. Daar kunt u hem ophalen, nee. We gaan niet verder in discussie. En ook niet alsjeblieft. Het is gewoon... Het is gewoon niet eerlijk. Nee. Ik sta toch hier. Het mag gewoon niet. Waarom mag dat niet? Amsterdam Night vanavond. Alles moet weg. Ja, maar ik ben toch hier. Nee. Ja. Dan moet u nu kunnen betalen. Dat kunt u nu niet. Dus hij gaat mee. De procedure is gewoon wanneer een voertuig erop zit. Dan moet er gewoon betaald worden. Dat kon meneer niet. Dus dan zou hij naar Oostzaan worden gebracht. Ik ben toch hier nog. Nou goed, ik ga niet verder in discussie. U gaat niks losmaken, want dan ga ik u aanhouden. Oké, prima. Hartstikke mooi. Hey, meneer. Nee, maar ik heb het u... Nee. Maar doe je niet dat je gaat betalen? Het gaat niet om de jullie. Die krijgt u niet, ik krijg gewoon dingen. Niet aanraken, je mag me niet aanraken. Nee, ik raak u wel aan, want u bent nu bezig. Je mag me helemaal niet aanraken. Nou, dat wacht ik wel. Dat is mijn auto. Oké. Hoor naar politie. Nee, die hoek niet. Nee, je moet naar politie bellen. Nee, die nee gaat je niet. Moet naar dan politie ga ik je aanhouden. Je gaat me niet aanhouden. Nou, ga ik je aanhouden. Op. Maar daar gaat het. Ik heb niks verkeerd gedaan. Jawel, ik heb niks verkeerd deze gedaan. Auto ik gaat sta hier. Deze auto hier is weggesleept. Ik ben hier. En die auto ik gaat ben hier. Zit hij erin of niet, die bestuurder? Die bestuurder gaat het belemmeren. Nee, dat is mijn auto. Dat is mijn auto. Nou, wij proberen op in te praten van kom nou uit je voertuig. Maar hij wilde gewoon totaal niet meewerken. Dus daarin hebben wij hem aangehouden. Geld verdienen zomaar. Luister, ik heb het u ik uitgelegd. Ik ben toch hier. Wat ik heb je uitgelegd? Ja, ik ben hier voor mijn auto. Die anderen zijn ze niet hier. Neem die andere auto's die niet hier zijn. Ja goed, het valt niet veel te praten niet met u. Niet aanraken. Dat ga geen... Ik ga politie... Luister, dat gaan we geweld gebruiken. Je gaat... Luister even. Andere luister. Kant, Bo, andere kant. Luister, wat de andere kant? Je gaat me niet aanhouden. Hé, hey, meewerken! Het is even zo heftig dat twee chauffeurs van de bergbedrijven ons hebben geassisteerd. Meewerken, er wordt alleen maar meer geweld gebruikt, is dat begrepen? Ik doe het achter zillen. Moet ik wat ervoor zeggen? Ik doe het achter zillen. Ik doe het. Kom maar, hup. Ik doe het zillen, rustig. Handjes op je rug. Handjes op je rug. Dank u wel, meneer. Goed zo. Is de aanstaande voertuig onderweg? Dat ga ik vragen. Kijk maar, goed. Voor zomaar, hè? Dat zegt u? Zomaar, hè? Dat is niet zomaar. Zomaar. Eenmaal aanhouding, ik wil geen reactie. Graag arrestantenvervoer over. Zitten en wachten. Wij waren op dit moment niet in bezit van het arrestantenvoertuig. Dus gewacht op het arrestantenvoertuig. Meneer werd steeds recalcitranter. Begon met zijn hoofd tegen het raam te bonken. Doe eens normaal. Doe eens normaal. Ik ben uit verhuisd van dit land. Wat zegt ik u? Ben verhuisd. Ik ga uitschrijven. Maar jij bent mijn doel. Wat? Racist ook nog. En wat zeg je nou allemaal tegen mij? Jij bent racist! Jij bent Hitler! Ja, oké. Jij bent racist! Ja, fijn. Jij bent racist! Ja, zeker. Ik gebruik medicijn, flikker! Ik ben gebruik medicijn! Ik gebruik medicijn! Ik ben depressief! Ik hou van ik hou niet van als je zegt tegen mij racist. Dat je mij doodmaakt. Jij bent racist! Daar hou ik niet zo van. Jij bent racist! Ja. Maar dat komt nog! Dat komt nog! Wat komt nog? Wat komt dat je racist? Jij moet deze baan laten. Ik ga naar de rechtbank stappen. Ja. Jij moet weg. Ja. Jij bent weg, een racist. Jij bent racist. Racist. Hitler. Hitler. Racisme. Racist. 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 Ja, dit gedrag komt vaker voor, maar alleen niet met dit soort handelingen. Ik heb nog nooit eerder gehad dat er een auto gesleept moest worden.
dat het dan zo ver escaleert. Handhaving, handhaving ben jij. Nee, handhaving. Racist, Hitler, racist, kijk een lelijk gezicht, kijk. Kijk een lelijk gezicht. Kijk hoe ik kijk, lijkt het precies op Hitler. Je moet die klein snoertje erbij hebben. Na een aantal minuten arriveren de hulptroepen. Nee, nog aan mijn politie willen als je het doet. Ik maak je dood. Ja, je maakt me dood. Ja, top. Voet, gaan we onderweg? Ja, ze zijn onderweg, maar... Racisme. Racist, lelijk gezegd. En ook het arrestantenvoertuig komt ter plaatse. Ja, jij bent de broer Mustafa. Rustig. Ja, pak hem ook aan de andere kant. Ja. Ja? Erin? Ik ga zitten, jij bent de broer van Mustafa, toch? Nee. Kijk, ik ken jou, racist. Racist, kijk, lelijk gezegd. Je moet er even echt naast gaan zitten, want anders dan... Sturie, zeg, waarom wil jij niet dat politiebak uitpakken? Ik maak je afstikken! Ja, is goed. Sturie, check, ga uitschrijven van Nederland door jou. Maandag laat ik iets zien bij gemeente Ekstad, datum check, kom. Oos, ik heb geen porto, maar porto is goed. Porto, ja, super. Ja, meneer is voorgeleid bij de hulpvoorziening van justitie. En het Openbaar Ministerie zal bepalen wat er met hem gaat gebeuren. Ik denk dat, dat meneer gewoon richting een recht de zaak moet om zich te verantwoorden voor zijn gedrag tegen ambtenaren in functie.